Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. En ja, dat is heel belangrijk. Want zo zorgen we er samen voor dat het water binnen zijn oevers blijft. En dat er voldoende water is voor economische activiteiten. In de landbouw, in de industrie. En zo zorgen we er samen voor dat het water in onze beken en rivieren schoon is. In Nederland voeren we ons afvalwater af via rivieren en sloten. Natuurlijk maken we dat water wel eerst schoon. Er is heel veel afvalwater. En daar zit heel veel in. Cellulose bijvoorbeeld. En stikstof en fosfaat. En energie. Neem nu fosfaat. Dat hebben we nodig voor de landbouw, anders groeien gewassen niet meer. Maar binnen nu en 100 jaar raakt al het fosfaat op. En er is geen alternatief, op is op. Ons afvalwater is rijk aan fosfaat en stikstof en energie. Als we dat eruit kunnen halen, hebben we een grondstoffen- en energiefabriek. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt zo'n fabriek. Hier, in Amersfoort. Zo kost het zuiveren van afvalwater straks geen energie meer, maar krijgen we juist grondstoffen en energie terug. Ja, stroom uit Poepenplas dus. Daarvoor passen we onze installatie in Amersfoort aan. Nu komt het afvalwater eerst in een voorbezinktank. Het slip dat hier naar de bodem zakt, pompen we naar de vergistingstank. Het vuile water gaat naar een bassin waar we het biologisch zuiveren, met bacteriën. Het gezuiverde water stroomt naar een nabezinktank, waar we het water scheiden van het slip met de bacteriën. Een deel daarvan gebruiken we opnieuw. De rest vergisten we. We gaan een kraker bouwen waarmee we de celwanden van de bacteriën kapot maken, zodat we meer biogas kunnen maken. Met het biogas uit onze vergistingstank wekken we elektriciteit en warmte op. Die gebruiken we zelf en de elektriciteit die we overhouden leveren we terug aan het net. Het slip uit de vergister centrifugeren we om het water eruit te halen. Ook daarvan gaan we het rendement verhogen om het slip nog droger en compacter te maken. In dat water zit veel stikstof en fosfaat. Met onze nieuwe installatie halen we dit er op deze plek uit en wordt het opnieuw gebruikt als kunstmest. We blijven onderzoeken hoe het beter kan, want innovatie staat nooit stil. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want we vinden het belangrijk om met andere partijen samen te werken. Het onderzoeksinstituut van de waterschappen STOA vergelijkt de prestaties van de oude en de nieuwe installatie. Op die manier weten we precies wat de effecten zijn. Ook zorgen we ervoor dat de kennis gedeeld wordt met andere waterschappen en andere partijen. Zo kan iedereen efficiënter werken. Het project is zo innovatief dat we geld krijgen van de Europese Unie in de vorm van Life Plus subsidie. Met dit soort projecten stimuleren we dat we in Europa steeds duurzamer met ons afvalwater omgaan. Want stel je nou eens voor dat we in heel Europa al ons afvalwater zouden kunnen omzetten in energie en grondstoffen. Als je ziet hoeveel er moet gebeuren en hoeveel partijen eraan meewerken, zou je kunnen denken dat het een heel duur project is. Maar dat wordt het niet hoor. Binnen 7 jaar hebben we het terugverdiend. Want ook dat vinden we duurzaam. Zo zorgen we ervoor dat we niks weggooien dat we later nog nodig hebben. Voor jullie, voor ons en voor onze kinderen.